Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we heel veel bewolking boven Duitsland en een paar wolkenplukjes boven Nederland en de Noordzee. En die wolkenplukjes van de Noordzee die trekken langzaam het land binnen. Dat betekent dat we vandaag te maken krijgen met zonnige perioden, maar ook met enkele uitgestrekte wolkenvelden. En uit die wolken kan zeer lokaal een buitje vallen. Heel veel zal het niet zijn, op de meeste plaatsen blijft het ook droog, maar een enkel spatje is dus mogelijk. Temperaturen bij een matige Noordwestenwind, zo'n 20 à 21 graden pal aan zee, 22 of 23 graden in het binnenland. Vanavond is het overal weer droog en rond 10 uur vanavond hebben we een temperatuur van 18 graden. Komende nacht daalt het kwik naar 12 graden, kan er een mistbank ontstaan en morgen overdag hebben we dan zo'n beetje een herhaling van vandaag. Opnieuw flinke zonnige periode, een paar uitgestrekte wolkenvelden en zeer lokaal kan er weer een buitje vallen. 22 tot 24 graden, dus 1 graad warmer dan vandaag. Vrijdag komt er nog een graadje bij, dus dan plaats ik 25 graden en de kans op een bui is dan kleiner. Zaterdag wordt het warmer: 25, 26, misschien 27 graden. En in de loop van de dag neemt de kans op regen en onweer weer toe. En ook zondag moeten we rekening houden met wat stevigere buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.